Ik wil niet met een vingertje wijzen, maar wij zijn ook hier om u te ondersteunen in openheid naar het kabinet van de president of welke commissie dan ook die aan het dealen is met de Alcoa. U vraagt al 2 jaar om een nieuwe MOU of om openheid van zaken. En gisteren heeft de Alcoa aangegeven, heel opvallend natuurlijk, dat ze dat kort hebben gedaan voordat wij onze actie hadden op Paranam, dat zij alles doen met toestemming van de regering, die ontmanteling van de fabriek. Ze geven aan, het gaat allemaal volgens voorschrift, maar wij weten van niks. Hoe komt het dat Alcoa al een deal heeft en aan het ontmantelen is, terwijl de gemeenschap, terwijl de volksvertegenwoordigers van de DNA daar nog niks van af weten? Wij willen dus graag openheid hierin, dat is om te beginnen. Maar als blijkt dus dat er zaken zijn gebeurd buiten de DNA om, de bij wet vastgelegde Brokkeponde overeenkomst, althans het openbreken daarvan, en dat daar veranderingen in zijn gebracht, buiten de DNA om, dan vinden wij dat illegaal. En dan moeten wij ook overwegen om naar de rechter te stappen. Dank u wel. Ja. Oké, we gaan natuurlijk, zoals met alle petities, niet alleen zelf het parlement die petitie geven voor bestudering, maar nemen het ook mee in onze gesprekken met de regering. U weet dat de regering ons een brief heeft gestuurd waarin staat dat voor eind juli die voorgestelde wijzigingen, dus die door de regering worden voorgesteld, dat die zullen worden aangeboden aan DNA. En u weet misschien ook dat DNA in verband met de ontmanteling ook sessies heeft gehad met deskundigen hier om ons te laten informeren. Dat is gebeurd ruim een week geleden. En dat we ook hebben besloten om dan komende week te vergaderen weer hierover. Voorzitter, wat vindt u van de reactie van Alcoa? De reactie dat de regering op de hoogte is van de activiteiten ten aanzien van de ontmanteling? Ik heb net als u uit de media een artikel gezien van dat de commissie op de hoogte is. Ik kan daar geen commentaar op geven, ik weet het niet. Bent u op de hoogte? Nee, ik weet daar niets van. Ik ben op de hoogte van wat de regering voor me stuurt. Maar wat Alcoa doet of zo, daar weet ik niets van. Maar wat uiteindelijk de kern van de zaak is, is natuurlijk de wijziging van de Brokkeponde overeenkomst. Want dat maakt de weg open voor nieuwe ontwikkelingen of voor de afbouw conform. Dus vandaar dat het parlement de focus heeft op de wijziging van de Brokkeponde overeenkomst die de eerdere beëindiging daarvan moet vastleggen. Waarom heeft het 2 jaar geduurd? Ik weet het niet. U heeft me steeds horen vragen daarnaar. Dat moet u waarschijnlijk aan de regeringsautoriteiten vragen. Als zij in 3 jaar tijd niet de afspraken op tafel kan krijgen, dan waarschijnlijk zit ze in een heel moeilijk parket. Maar ik denk dat wij als burgers dat zien en ik hoop dat zij dat ook ziet. En in deze staan we aan haar kant. Die verklaring van Alcoa van gisteren, u stoort zich niet eraan of het parlement zal niet erop ingaan? Dat heb ik niet gezegd. Ik zeg alleen dat ik er niets van weet. Ik weet het net als u uit de media, dat heb ik gezegd. Ik ga er geen commentaar op leveren van of wat daar staat, of het waar is, of het klopt of niet. Ik weet dat niet. En dat gaan we als parlement uitzoeken. Wanneer? We zijn er al mee bezig. We zijn er al door mee bezig. Heb je hoop dat die informatie eindelijk komt? Ik heb zeker hoop en ik denk dat het een heel belangrijk moment is. Het feit dat de Alcoa, die eigenlijk al 3 jaar bezig is met onderhandelingen in kamertjes, met een in het geheim ingestelde presidentiële onderhandelingscommissie, een uur voor een burgerinitiatief met een persstatement komt, waarin ze eigenlijk zeggen dat het is beklonken, de deal is done and over with en zij gaan gewoon door. Dat geeft aan dat onze rechtsstaat niet werkt. En dit is het moment dat onze volksvertegenwoordigers, het parlement, echt in actie gaan moeten komen, willen ze onze democratie gaan waarborgen. En daar gaan wij voor vechten.